gang in, hupsakee. Goed, onze zesde ster heeft een grote inhaalslag moeten maken. Want ja, nog maar 9 dagen geleden volgde hij zijn geblesseerde voorgangers Johnny Rep en Edvard Niezing op. Ja, en daar zit hij, Edvard Niezing. Hallo Edvard, zwaai eventjes. De arm nog helemaal in de mitella. Maar wij wensen jou natuurlijk heel veel beterschap en enorm sportief dat je hier vanavond bent. Dankjewel. Succes voor alle kandidaten. Oké. Okay. Maar goed, dan krijgen we nu onze Gaston, hè? Absoluut, die mag ja, snel naar het Gaston, ijs komen. Gaston, kom maar snel naar het ijs. Samen met zijn Danielle, Gaston Stelver. Welkom bij het Rad van Fortuin. Het spraakmakende rad dat iedereen 5 dagen per week boeit. Met ook deze week weer fantastische prijzen. En ook hij mag vanavond niet ontbreken. Geef hem groot applaus. Hier is hij, Gaston Stelleveld. Goedenavond, dames en heren. Gaston Stelleveld, dat betekent vaak goed nieuws als hij met zijn envelop langskomt. Maar nu moet hij schaatsen en dat is toch wel een beetje spannend. Het moment is daar, nog een centimeter of 30 verwijderd van het ijs. Ondanks zijn 2 geblesseerde voorgangers gaat Gaston vol enthousiasme de uitdaging aan. Het is vallen en opstaan en het kraakt niet, er komt geen rook uit. Dus laten we maar gewoon vol gas doorgaan. Hij onderwerpt zich aan een spoedcursus schaatsen. Ik wil toch wel dat schaatsen wil ik onder de knie gaan krijgen. Strak gaat het niet worden, als het maar wel gezellig wordt. Ik word nu al rustig. We zetten het voedertijd in de dierentuin. Hi Daniel. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay? Yes, I'm fine. I'm tired, a little bit warm. But I'm ready for the job. Excellent. I like the way you move. Binnen korte tijd moeten alle pasjes erin zitten. En dat betekent keihard aan de slag. Houten Klaas nummer 1. Dus ik moet dan als een soort John Travolta over het ijs gaan bewegen. Loekie. We gaan ervoor. Ze dansen hun puur op Frankie Stallone's. En ja, dat is de broer van onze Sylvester Stallone. En het nummer heet Far From Over. Ja, vanavond niet bij u in de straat met een envelop, maar wel hier op het ijs. Gaston Stelleveld en Danielle. Ach, helemaal lief.
Tjonge, jonge, jonge. Ik heb even een handdoek voor je meegenomen, Gaston. Want je zweet nogal. Dankjewel, schat. Gigantisch. Vertel. Hoe ging het? Oh, ik leek zo stoned als een kanaal. Maar ja, je gaat beginnen eraan. Ik heb 8 dagen op het ijs gestaan. En dankzij deze kan je, Daniel. Geef een groot applaus, dames en heren. Want ze heeft het zwaar gehad. Oh. Geer. Maar wat timde je goed, volgens mij. Ging het hartstikke gelijk, man. Ze heeft een chip bij me ingebracht. Dat is het verhaal. En we hebben het maar gedaan. En het is niet normaal. Ik heb er geslagen tijdens de trainingen met het rondzwaaien. Gisteravond zaten er nog 2 vingers in de neus. In de neus? Ja. Oh, dat is niet maar zo erg. We hebben het gedaan. Het was waanzinnig. Fantastisch. We gaan even terugkijken, Gaston. Ik zou het niet doen. Jawel. Het is toch enorm knap dat we ook niet moeten vergeten dat je de heel korte tijd hebt gehad om te trainen. Kijk eens even. 7 dagen, ja. Ja, dat is toch kort? Oh. She's so lovely. Okay, you're satisfied? Take your microphone. I couldn't be happier. Okay. Couldn't be happier. Yeah. Nou, dat is toch geweldig. She's from Manchester, you know. Van Manchester, that's very nice. Okay. We gaan nog even kijken, let op, want dit komt het einde. En dan ga je met gierende banden over dat. Kijk eens eventjes. Kijk! Je kwam toch even, je kwam even los. Je kwam los van het ijskast, hoor. Ik had nog heel even naar de slipstolpen moeten. Want ik had iets te veel vaart, dus ik heb een glad knietje, sorry. Nou, ik moet je zeggen, ik heb genoten. Ik neem een toepetje voor je af. Ga naar de jury, ik wens je alle geluk. Dankjewel. Zet hem op. Giga stond toch. Een glad knietje. Gerard, wil je nog even de handdoek alsjeblieft? Ja, natuurlijk. Want ik was stom echt nog even het ijs smelt inmiddels. Dan ben ik er gelukkig weer vanaf. Dan ben je er weer vanaf. Gerard gaat voor jou de handdoek pakken, want het is echt. Je ziet het thuis misschien niet. Ja, met bakken. Met bakken gewoon. Ook zenuwen, ook zenuwen. Goed, we drogen je even af terwijl we dan naar de jury gaan. Zeg maar. Goedenavond. Peter, gooi hem erin. Goedenavond. Nou, ik begin maar. Jij wordt. Je krijgt een of andere kuur daar met een handdoek. Nou, weet je wat het hier in het programma zo leuk houdt? Dat er altijd mensen zijn die een soort van specialiteit hebben. Die springen eruit. Jij springt er vandaag uit. Jij krijgt van mij de S van de sympathiek factor. De grote knuffelbeer. Ja, je bent gewoon hartstikke leuk om naar te kijken. De hele tijd in beweging, lachen, presenteren. Het schaatsen is nog niet optimaal na 8 dagen. Maar wel een diepe sleep, hè? En scheep? Dat belooft wat? Scheep? Sleep. Sleep. Oh, sleep. Weet je, zo op één been buigen, de andere strekken en doorgaan. Fantastisch. Dankjewel. Nou is Mark over het algemeen al wat kritischer, maar die zitten we toch te grinniken? Ja, ik ben heel direct. Qua schats, dat was 3 keer niks. Maar qua performance, dat was zo goed. Ik heb zoveel gelachen. Je hebt kracht, je hebt uitstraling, je bent grappig en ik heb zoveel genoten. Thank you. Dankjewel. Nou, dan willen we ook daar goede punten voor. Speaking of that, I did love. Hij is even aan het vertalen. Okay. We gaan naar de punten. James. Ja, als je dit na 8 dagen kan, wat staat ons volgende week te verwachten? Ik ben er klaar voor. Een dikke 5. Dankjewel. Peter. Voor mij krijg je een 5 met een gouden randje. Dankjewel. Een gouden randje. Neil. Voor je mooie sleepje een 6. Maar een sleepje al niet kan doen, hè? En Mark. En ik probeer te vergelijken met jouw collega Maribel, Ewout en Aram. Ik geef jou een 6. Dankjewel. Ik vond het heel grappig. Niet voor de techniek, puur voor de show. Puur voor de show, maar het was zoveel beter dan die andere. Bedankt. Nou, die mag je dan echt wel als een opsteker. Maar jij hebt een 5,5 gemiddeld. En dan kijken we naar de tussenstand. En dan sta je op een 5e plaats. Een 5e plaats. Maar vindt u dat Gaston het verdient om hier volgende week weer te staan? Bel dan nu naar 09090326. Of sms Gaston naar 4600. En als u UPC Digitale TV-abonnee bent, druk dan op de rode knop van uw afstandsbediening. Dankjewel, Gaston. Dankjewel. Even uitlekken. Oh.